Meneer de rector, meneer de ererector, geachte collega's, dames en heren studenten, het is een wat moeilijke inleiding geweest voor mijn collega Torfs, maar het was ook gefundenes fressen natuurlijk. Er stond, it were too many words. Op de uitnodiging stond alleen de moderne rechtsstaat een utopie. Vraagteken. Dat was de mij opgelegde titel, want men heeft mij niet gevraagd waarover ik wilde spreken. Het is ongeveer 8 maanden geleden dat ik Mark Heijskes ergens tegenkwam. Dat komt wel eens voor en hij zei, wilt jij openingsles geven van de 21e eeuw volgend jaar? En ik zeg ja. En dan kreeg ik dus een maand of 7 later een brochure waarop stond de rechtsstaat utopie, vraagteken. Ik heb me dan alleen maar veroordeeld eraan toe te voegen, niet utopisch, maar werkelijk. Omdat ik de titel weinig recht vond doen aan de werkelijkheid. Ik ben namelijk een believer, wat gevaarlijk is. Ik ben ironisch, maar niet... Ik ben ironisch, maar niet cynisch, zei de rector daarnet, en dat is waar. Ik ben een believer. Ik geloof in de rechtsstaat, en dat is geen afwijking vandaag. Dat blijft normaal. Lacordaire heeft ooit een prachtige zin gebruikt. U krijgt hem zelfs te lezen, beste studenten, maar ik spreek hem uit, want anders leest u meteen de 5 zinnen die erop volgen en dan hoort u de spreuk niet. Lacordaire die zei, entre le riche et le pauvre, le maître et le serviteur, le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Een prachtige spreuk. Die zegt dat als je vrijheid wil hebben in een land, dan heb je de heerschappij van de wet nodig. De wet moet bovenaan staan. En het is overeenkomstig de wet dat de mensen, rijk of arm, meester of dienaar, sterk of zwak, gelijk moeten behandeld worden. Onlangs, dat wil zeggen vorige week, kreeg ik les van mijn nichtje. Mijn nichtje is 23 jaar, doctoreert in een of andere exotische wetenschap. En ze zei, mijn onkeltje, je moet Cicero lezen. Ik zeg, ja, ik ken nog iemand die dat doet. In een stad waar ik ooit geboren ben. En ja, alle grote redenaars hebben hem gevolgd. En ik zeg, ja. Dat weet ik, maar weet jij wel, wij hebben een decaan in Tilburg gehad die ook rechtsgeschiedenis geeft in Leuven. Die heeft een boekje geschreven dat Cicero eigenlijk niet zo'n straffe gast was, zei ik maar, hè, want redenaars moeten straf zijn. De pro Milone bijvoorbeeld heeft hij nooit uitgesproken, zegt collega Lassaffer. Hij durfde niet. Hij heeft wel geschreven wat hij zou gezegd hebben, maar hij durfde ze niet uitschrijven. Ja, zegt zijn onkeltje, je hebt gelijk misschien, dat weet ik allemaal nog niet, maar één ding, op slides mogen maar een 4-tal lijnen van 7 woorden staan. En dus vandaag heb ik geprobeerd zo'n slides te maken, maar ik begin met Cicero. De meest misbruikte spreuk van Cicero is Salus populi suprema lex est. De Latinisten onder u verstaan Salus heel breed, het heil van het volk. Maar natuurlijk zijn er een paar snoodaards die daar in de loop van de geschiedenis van hebben gemaakt. De veiligheid van het volk is het hoogste goed. En de veiligheid van het volk, als dat het hoogste goed is, suprema lex est, dan staat de veiligheid soms boven de wet. Nu, daarnet heb ik u gezegd, de wet is het enige goed dat ervoor kan zorgen dat mensen in vrijheid samenleven. En dan is daar zo'n misbruikte spreuk van Cicero in de loop der geschiedenis 1000 malen door goedmenende mensen. Die zeggen, Salus populi, suprema lex est. En dan telt de wet niet meer als de veiligheid van de mensen op het spel staat. Is er onderbegrepen. Dan was er een meneer, Benjamin Franklin, een van de grote Amerikaanse constitutionalisten, die zei, als men Cicero zo verstaat, begrijp dan maar rap wat anders. He who puts liberty after security, or he who puts security before liberty, deserves neither.
Wie de vrijheid achterstelt bij de veiligheid of de veiligheid voor de vrijheid brengt, verdient geen van beide. Dat is mijn credo voor vandaag. Ik zeg het meteen, want onderweg zou u de weg kunnen verliezen, omdat ik eigenlijk geen specialist ben in datgene waarover ik vandaag spreek. Degenen onder u die er dus veel meer van af weten dan ik, en ik zie er verschillenden in de zaal zitten, kijk maar niet op de eerste rij, die moeten maar alleen naar mij luisteren omdat ik een klein beetje beleidservaring heb. Ja. Voor de rest ben ik geen specialist in dit onderwerp. Ik zou misschien liever een getuigenis hebben afgelegd over mijn voorbije 2 jaar met het terrorisme, maar dat doe ik bewust niet omdat er zoveel studenten in de zaal zitten. Ik wil dat u, ook al bent u geen juristen in spe, dat u de beginselen leert. Dat u hoort waarover het echt gaat. Want op televisie slaagt niemand erin u op die 3 minuten te zeggen waarover het echt gaat. En dan is de rechtsstaat maar een hol begrip dat iedereen gebruikt. Het laatste zinnetje op die eerste slide, dat is van Christopher Dawson, een groot katholiek denker. Oei. En die heeft ook iets moois gezegd. U ziet, de slide is heel pedagogisch opgesteld. Mijn nichtje heeft hem niet goedgekeurd, maar ze zou het zeker gedaan hebben. Dus u ziet, entre le fort et le faible, dan vrijheid betekent suprematie van de wet. Maar, zegt Cicero, salus in de zin van veiligheid. Salus is geen veiligheid, hè, dames en heren. Nee, he would put security before liberty deserves neither. En dan, omdat. As soon as men decide that all means are permitted to fight an evil, then their good becomes indistinguishable from the evil that they set out to destroy. Als u alles mag doen om het kwaad te bestrijden, dan wordt u zelf het kwaad. En dat is een les waar wij het heel moeilijk mee hebben. Want wij weten wat goed is. En wij weten wat kwaad is. En dus vinden wij van onszelf dat wij in naam van het goed allerlei zaken mogen doen die misschien uiteindelijk nog erger worden, remedies, dan de kwaal zelf. Denk aan de inquisitie als u ver wilt teruggaan. Dat helpt. Hoeveel heiligen heeft men niet op de brandstapel gebracht, in naam van het goed? De rechtsstaat kan behoorlijk vervelend zijn. En als je aan de macht bent, dan voel je dat elke dag. De rechtsstaat heeft altijd gelijk en geeft u geregeld ongelijk. Vraag maar eens aan Theresa May wat zij denkt van die rechters die gezegd hebben dat het parlement in Engeland moet beslissen of artikel 50 in gang gezet wordt of niet, wat betreft de Brexit. Theresa May, die niet echt voor de Brexit gewonnen was, overigens een zeer goede minister van Binnenlandse Zaken, ze is verschillende keren bij mij geweest tijdens het terrorisme, ze heeft me nooit de les gelezen, wat op grote klasse wijst van een Engelse dame. Theresa May, die is natuurlijk verschrikkelijk ongelukkig. Ja. Maar het vreemde is, in Engeland hebben alle aanhangers van de Brexit dag aan dag gezegd, het kan niet dat het Europees Parlement aan het Brits Parlement, de Sovereign British Parliament, de les leest. Het kan niet dat zij de baas zijn in Europa. Our Parliament is sovereign en is de boss. En nu dat de Engelse rechter zegt, het parlement is de baas, is sovereign and will decide. Nu zeggen de voorstanders van de Brexit dat het volk soeverein is en niet het parlement. Wat is het nu, dames en heren? Ja. En dus Theresa May heeft er last van. Ja. En ik kom er straks nog op terug, want voor haar is dat natuurlijk geen leuk nieuws. Zo'n parlement, dat laat je maar beter niet doen, denkt zij. De Belgische federale regering weet ook iets van de rechtsstaat. Wat wij met dat verdrag met Canada hebben meegemaakt, was niet leuk. Maar hebt u het gehoord? Er zijn op een bepaald moment politici geweest. Niemand hier mag tweeten over wat ik zeg vandaag. Er is geen pers en niemand tweet. Ja. En ik heb niet gezegd wat u zou kunnen gehoord hebben, maar er zijn politici die gezegd hebben, de Belgische federale regering moet maar tekenen, ook al is Wallonië niet akkoord. Dat is wat er moet gebeuren, het moet vooruitgaan. En meneer Reinders heeft gezegd, nee, wij tekenen niet.
Alle Belgische gewesten en gemeenschappen moeten akkoord gaan. Dat is het Belgisch recht en dat zullen wij toepassen. Hoeveel pijn dat ook doet. Wij gaan geduldig proberen om dat rond te krijgen. En is het gelukt of is het niet gelukt? Hebben we daarbij ons gezicht geschonden? Och, in het licht van de eeuwigheid, af en toe is een schrammetje, dat kan geen kwaad. Al Gore moet u eens vragen wat hij denkt van de rechtsstaat. 527 stemmen tekort in Florida. En de Supreme Court heeft beslist 5-4 dat men moest stoppen met tellen. Kan u zich voorstellen dat uw carrière daaraan vasthangt? We hadden natuurlijk nooit dat prachtig boek over het milieu gekregen van Al Gore dat hij geschreven heeft als hij geen minister was geworden, maar geen president was geworden, maar het is toch aangekomen. En dan, ik kom er straks ook nog op terug, op Tony Blair en Balkenende, die alle twee in 2003, er zitten hier nogal wat jonge mensen, niet iedereen weet wat er in 2003 gebeurd is, maar toen heeft de Amerikaanse regering en heeft ook de Engelse regering beslist om ten strijde te trekken tegen Irak. Ja. Zoveel jaar later zijn daar rapporten van gekomen. In Nederland, het Davids-rapport. Balkenende was toen juist minister-president af. En in Engeland, het Chilcot-report. Blair was toen al een tijdje prime minister af. Die rapporten, die zijn niet leuk. En die zijn zeer duidelijk, ik zal er straks het voorlezen. Zij hadden geen poot om op te staan om die oorlog tegen Irak te beginnen, zeggen die rapporten. Dus u ziet, dat is geen klein grut dat daar op bord staat, behalve zal u denken de Belgische federale regering, maar de rest, dat zijn toch allemaal serieuze mensen. Ja? Dat zijn toch allemaal serieuze mensen. En die hebben dus allemaal last van de rechtsstaat. En ik wed dat u bij verschillende van die beslissingen zal gezegd hebben, was het maar anders. Was Gore maar president geworden? Of was het nu maar snel gedaan met die Brexit? Of verdorie Saddam Hussein moest op zijn doos krijgen? Of die Belgische federale regering, die had dat verdrag moeten tekenen en had België geen reputatieschade geleden. Wij worden beheerst in ons gedrag door een correct respect voor de wet. Nu, een beetje geschiedenis die vooruitgang in hoop toont. En dat woord hoop, u moet toegeven, het komt al in de derde slide. Ik doe mijn best. Ja. Het begint allemaal bij habeas corpus. Opdat gij uw lichaam zou hebben, is de letterlijke vertaling van habeas corpus. Dat komt niet uit 1629, als u dat zou denken. Dat komt uit het begin van de 13e eeuw. Een habeas corpus, dat wilde zeggen dat je niet kon gevangen gehouden worden. Dat kwam vrij snel na de Magna Carta, die kent u nog beter, hè, 1215. Ja. Maar in habeas corpus stond, u kan niet onwettig gevangen gehouden worden en een rechter moet daarover beslissen. We zijn maar het begin van de 13e eeuw. A governor could not unlawfully detain a prisoner. Not even an insane man. Zelfs niet iemand die zijn verstand verloren was, kon gevangen gehouden worden zonder wettelijk bevel, zonder wettelijke grondslag en zonder tussenkomst van de rechter. Wat heel grappig is, dames en heren, in 1629 komt bij die habeas corpus een amendment. Het habeas corpus amendment. Het was een opvolger van Thomas More en van Cromwell, de Earl of Clarendon. En de Earl of Clarendon, die dus een soort kanselier was, of eerste minister, die zei, ja, die habeas corpus, dat is een vervelend ding, hè. We kunnen nooit mensen oppakken zonder dat we een reden hebben en zonder dat er een rechter over beslist. We zullen ze in de outskirts van het Rijk steken. En u weet of u weet niet, voor de jongeren is dat interessant, Engeland en Wales, dat was samen. Dan heb je Groot-Brittannië, daar is Schotland nog bij. En dan heb je het United Kingdom, daar is Noord-Ierland nog bij.
Maar wat voor Engeland en Wales gold, dat gold niet voor de rest. Marie Stuart, u kent ze nog, die woonde daar in het noorden, die katholieke madame. Hè. Dat was een ander koninkrijk. Maar als je dus ver weg stak op de Shetland-eilanden of zo, dan moest je de Habeas Corpus Act niet naleven. Interesting. Ja. En wat deed men in 1629? Men zei tegen de Earl of Clarendon, dat zal niet meer gaan. Ook als je ze buiten het Rijk houdt, uw gevangenen, geldt habeas corpus. Weet u nog wie mensen buiten het Rijk heeft gevangen gehouden in recente tijden? Was dat niet in Guantanamo of zo? Niet weten, hè? Was dat niet in Guantanamo of zo? Ja? En het heeft geduurd van 2003 tot 2008 voor de Supreme Court heeft gezegd, en u zal het gedaan zijn, habeas corpus, nog altijd met verwijzing naar habeas corpus, geldt ook op Guantanamo. 5 jaar hebben ze daar gezeten, zonder dat velen wisten waarom. Het waren natuurlijk geen citizens zoals u en ik. Het waren non-citizens. Daar kun je iets anders mee doen dan met citizens. Belangrijk is de Petition of Right, daar zal ik niet op ingaan. Dat is een doorzetten van habeas corpus naar belastingen, naar leningen. De koning had in 1629 of 1628 5 edelen vastgezet in de gevangenis, omdat ze hem een lening moesten toestaan. Een soort belasting. En ze wilden niet. Het was niet de governor, was de koning zelf. En dan heeft het parlement van de koning afgedwongen dat dat niet meer kon, zonder dat het parlement dat toestaat. En vandaar komt uiteindelijk die no taxation without representation. Je kan maar als het parlement, maar dan gaan we naar de democratie, ja, daar komen we zelfs toe, je kan maar taxatie heffen als er een representatie is, als er een beslissing is van het parlement. De Act of Settlement is heel belangrijk. Dat is de eerste keer dat er een onafhankelijke rechterlijke macht tot stand komt. In Engeland was het zo dat de rechterlijke macht moest herbenoemd worden als de koning herbenoemd werd. Dus koning Philip komt eraan, onze koning bedoel ik, die zou alle rechters op straat zwieren en er allemaal nieuwe benoemen. Zo was het tot 1701. Dat is toen afgeschaft. En sedertien worden rechters voor het leven benoemd. Dat is zoals professoren, min of meer. Maar ze hebben ook geen emeritaatswetten meer. Ze gaan nog wel met emeritaat. Dan komt er in 1789 een evolutie, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de Bill of Rights, in de Verenigde Staten. Het is voor de eerste keer dat men veel duidelijker dan in Engeland spreekt van mensenrechten. In Engeland ging het vooral, en dat is die Bill of Rights van 1689, over de onafhankelijkheid van het parlement en het feit dat men aan het parlement van alles moest vragen. Die Bill of Rights in 1689, voor de jongsten onder u, die gaan dat nog niet weten, ja, dat was de Glorious Revolution. Ja. En weet u, de Glorious Revolution, dat was het parlement in Engeland dat van Willem de Derde van Oranje, niet onze Willem van Oranje, maar een derde, ja, die naar Engeland ging, de rechten van het parlement afdwong. En daar is de moderne parlementaire democratie begonnen. De mensenrechten in hun moderne vorm komen veel beter tot hun recht in de twee documenten van 1789. Maar dat is 100 jaar later, dus je moet verstaan waarom de Engelsen vinden dat ze de beste zijn. Waarom dat zij dat vinden. Ze waren dikwijls de eerste. Daarom ben je nog niet de beste. In elk geval, wat zo opvalt in die tijd al, is dat die documenten elkaar allemaal geweldig beïnvloeden. Ja. Bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, Talleyrand, dat was nu niemand die de Franse revolutie heeft uitgeroepen, alleen is hij minister van Buitenlandse Zaken geweest de hele periode van aan de Franse revolutie tot, denk ik, tot in 1830. Maar hij is wel een aantal jaren gaan vluchten en dan is hij gaan wandelen in Amerika. Tussen 1803 en 1806 was de warme is gaan lopen. Ja. Dat is formidabel. Ja. Dat die landen toen elkaar al zo sterk beïnvloeden. Het handvest voor de Verenigde Naties, ziet u wat een sprong ik maak?
1945. We zijn in die tussenperiode niet zo dramatisch vooruitgegaan. Er is in 1928 een Kellogg's-Briand-act geweest. Ik zie hier kenners van Kellogg's, maar Kellogg's-Briand-act... Ja. Ik heb niks gezegd, Jan, maar ik zag u ineens zitten. Ik dacht, ja, ik moet het toch zeggen. De Kellogg's-Briand-act, die tussen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de Franse minister gesloten wordt om aanvalsoorlogen te verbieden. 1928. Duitsland heeft dat document getekend. We zijn niet ver gelopen, maar in 1945 komt het handvest voor de Verenigde Naties. Ik kom daar straks nog op terug, want de rechtsstaat heeft ook een heel belangrijke internationale dimensie. Wij zijn als klein statekes niks niet meer, zelfs de Verenigde Staten en Rusland niet. En in dat handvest voor de Verenigde Staten wordt de oorlog gereglementeerd. Je kunt maar aanvallen in bepaalde voorwaarden. En meestal gaat het over verdedigen. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens komt in 1948. Geweldig document. Het werk van onder andere Eleanor Roosevelt. En van René Cassin, voor de juristen onder u. Dat wordt gevolgd door allerlei speciale verdragen. Het verdrag over burgerlijke en politieke rechten. Het geval over sociale en economische rechten. Europees verdrag voor de rechten van de mens 1950. Straatsburg. Hoort u het weer? René Cassin, Straatsburg, mensenrechten. De Fransen zijn daar goed in. Internationaal strafhof 2002. Dat is één van de orgelpunten. En vandaag zijn we denk ik met een 120 landen die aangesloten zijn. Maar de Verenigde Staten, Rusland, Israël. En vorige week heb je gehoord Zuid-Afrika. Ja. Dit is natuurlijk het summum. Ja. Dat wij internationaal genocide, dat wij internationaal misdaden tegen de menselijkheid, dat wij internationaal ongeoorloofde agressies, oorlogen die niet hadden gemoogd, omdat ze niet waren toegelaten door de Verenigde Naties of omdat het geen zelfverdediging was, dat we die kunnen sanctioneren. Dit is geen utopie, dit is werkelijk. Alleen die grote staten die hebben daar nog last mee. Ja. En we gaan zien dat zij het meer nodig hebben dan wie ook, als u niet tweet. Besluit, heel deze geschiedenis toont aan dat het van lange duur is geweest, het tot stand komen van de rechtsstaat. U hebt nog altijd geen definitie gekregen, dat is om u te prikkelen. Maar die data tonen ook de broosheid aan. Ziet u, 45, hoe lang dat geduurd heeft, sedert 1789. En in Engeland, ik ben bij habeas corpus begonnen in de 13e eeuw. Ja. Dus dit is een geschiedenis van eeuwen. En dat eindigt met een internationaal strafhof. Maar zijn we vooruit gegaan? Ja. Zijn we hard vooruit gegaan? Wat is 700 jaar? He? Voor Stephen Hawking. Ja. En er is natuurlijk broosheid. Ja. Dat voelt je ook als je hoort dat de Verenigde Staten, Rusland, Israël niet in dat internationaal strafhof willen stappen. Wat zou je dan willen dat Zuid-Afrika, dat nu zo wordt gebrandmerkt, daarbij zou willen blijven? Wat is een rechtsstaat? Hier zit iemand op de eerste rij wiens definitie ik heb ingekort, maar die ik toch trouw heb weergegeven, hoop ik. Collega Van Orsoven, de organisatievorm van de maatschappij waarin ter verzoening van de burgerlijke vrijheid, de vrijheid om te doen en te laten wat je wilt, met het noodzakelijke gezag. Gezag is nu eenmaal noodzakelijk als wij uit de natuurstaat willen komen. Met het oog op rechtszekerheid en op gelijke behandeling van gelijke gevallen, het gedrag zowel van particulieren, van u en van mij, als van de overheid. Ziet u, de overheid wordt in die organisatievorm ook aan rechtsregels onderworpen. Dat was voor een koning, voor een keizer, in de eerste 1000 jaar sedert Christus ondenkbaar dat zij aan rechtsregels zouden onderworpen geweest zijn. En dienvolgens worden zij beperkt in hun gedrag door de subjectieve rechten van de medeburgers. Uw vrijheid is
mijn onvrijheid en omgekeerd. En dat we dat hebben ingezien en dat in een organisatievorm hebben gegoten, dat wijst erop dat wij geëvolueerde wezens zijn. Wat is de band met democratie? Niet elke rechtsstaat is naar verluid democratisch. Ik heb moeite om dat te geloven, maar u begrijpt dat het kan. In onze staat is het noodzakelijk gezag bij de wetgever, bij het parlement. Dat is het hoogste orgaan en dat is gekozen. Dat vertegenwoordigt ons. We voelen ons daar niet altijd door vertegenwoordigd als je de tweets leest, maar we worden daardoor vertegenwoordigd. En we kunnen daar alle 4, 5 jaar ten laatste op stemmen. Die democratie werd stilaan afgedwongen van de vorsten en ik heb u daar straks al het verhaal verteld van Willem III van Oranje, die snel koning wilde worden in Engeland, want u weet, in Engeland blijft men heel lang koningin, of vooral de koninginnen duren lang, Victoria 61 jaar, Elisabeth 65 jaar, maar ze veranderen regelmatig van dynastie. En dus Willem III wou daar graag koning worden, maar hij heeft dat duur betaald. Het parlement met de Glorious Revolution, en die was glorious omdat ze geweldloos was, is hem pas gevolgd op het moment dat hij het parlement al zijn rechten gaf. En de sociologen of de politologen onder u, als u leest over de failed state en de literatuur daarover, dan plaatst men het begin van de echte staat met instellingen bij die Glorious Revolution. Dat was de eerste keer dat sterke instellingen tot stand werden gebracht. Een democratie gaat gepaard met 3 machten. Iedereen verwijst dan naar Montesquieu, ja, die daarover een boek heeft geschreven, maar die toen al beïnvloed werd door wat er in Engeland bestond, de checks and balances. Ja. En wanneer je in een democratie behoorlijk wil functioneren, zegt Montesquieu, dan moet je 3 machten scheiden. Scheiden tussen aanhalingstekens, want die hangen heel sterk samen. Ja. En dat is ten eerste de wetgevende macht. Dat is ten tweede de uitvoerende macht en ten derde de rechterlijke macht. Oorspronkelijk zaten die allemaal samen. De koning had de 3. En de rechter die was een beetje gescheiden, maar de wetgeving en de uitvoerende macht, dat was hij. En de rechters die benoemden hij en zetten hij af en hij kon altijd een rechterlijke beslissing overroelen. Die machten zaten bij 1 persoon. En die zijn gesplitst. Gescheiden, zegt men, maar ze zijn heel sterk verbonden. De niet-juristen onder u weten dat misschien niet, maar de wetgevende macht bestaat niet alleen uit het parlement, maar ook de koning is daarbij. Die tekent alle wetten. En de minister van Justitie kan het weten, want eens de koning getekend heeft, moet ik nog eens tekenen. Dat is de garde des sceaux, heet men dat in het Frans. Ik moet zien of de koning zijn handtekening echt is. Daar zet ik mijn bril dan vooraf. En dan hebt u... Dan hebt u de uitvoerende macht, dat is de koning opnieuw. Opnieuw. En zijn ministers. De koning is onverantwoordelijk, zoals u weet. De ministers zijn verantwoordelijk voor de handelingen van de koning. En dan is er de rechterlijke macht, die eigenaardig genoeg benoemd wordt door de uitvoerende macht. U kiest die niet. U hebt misschien gisteravond op televisie gezien, Björn Soenes, die zei, nu gaan in ik weet niet hoeveel staten in Amerika rechters verkiezen. Bij ons worden de rechters gekozen, pardon, benoemd door de koning. En uiteindelijk is het ook de uitvoerende macht die de beslissingen van de rechters uitvoert. De dwanguitvoering wordt mede verkregen op gezag van de uitvoerende macht. De scheiding der machten, volgens mensen die het kunnen weten, bestaat dan hierin dat elke overheid zich moet onthouden om zich in haar functie het oordeel aan te matigen dat aan een andere overheid in haar functie toekomt. En het meest sprekende voorbeeld dat altijd wordt aangehaald is een politicus of zeker een minister die iets probeert te zeggen over een beslissing die een rechter zou moeten nemen.
Dat mogen wij niet doen. Wij mogen de rechterlijke macht niet beïnvloeden. Zelfs de vierde macht, de pers, moet zich onthouden van al te duidelijke commentaar op een lopende rechtszaak, volgens de heersende doctrine, omdat de rechter daardoor zou kunnen beïnvloed worden. Hij zou bang kunnen worden. En hij zou een andere beslissing kunnen nemen omdat hij de volksdruk voelt. Maar omgekeerd hebt u Theresa May gezien. En u hebt haar horen zeggen, het parlement moet nu toch absoluut proberen om het niet te lang te rekken, het beslissingsproces over de Brexit. Theresa May is de uitvoerende macht. Zij hoeft de wetgevende macht geen lessen te lezen. En omgekeerd, als de wetgevende macht ongelukkig is over een beslissing van een rechter wat frequent voorkomt, moet ze erover zwijgen. Maar ze kan wel de wet wijzigen. Dat is dan haar manier om daarmee om te gaan. De rechterlijke macht moet ook niet in haar beslissingen de wetgever bekritiseren. U zal wel willen geloven dat haar dat soms moeilijk valt. De rechterlijke macht vindt doorgaans dat als zij de... Ik heb niks gezegd, maar dat de wetten toch beter zouden kunnen geschreven worden. Maar ze moeten daar in principe zich van commentaar onthouden. Zo loopt het goed in een staat met drie machten. U zal zeggen, zijn er maar drie? En de Raad van State dan? En de Hoge Raad voor Justitie dan? En het Rekenhof dan? Dat is ingewikkeld, dat is voor een gespecialiseerde les. Wat is de band met mensenrechten? Er zijn definities van de rechtsstaat waarin de mensenrechten worden uitgesloten. Waar men zegt, de wet is een formele wet. En je kan perfect in een totalitaire staat toch de indruk geven van een rechtsstaat te zijn. Als de formele wet wordt gerespecteerd, dan kan je bijvoorbeeld mensen discrimineren als dat door de wet wordt toegelaten op basis van geslacht of op basis van huidskleur of op basis van verstand of weet ik wat. Als dat in de wet staat en de wet wordt correct toegepast, dan is het in orde. Dus we zijn een statie verder geraakt in de rechtsstaat door te zeggen, ja, maar er zijn ook nog een aantal grondrechten. En in sommige voorloperslanden, zoals bijvoorbeeld in Engeland of in Frankrijk of in de Verenigde Staten, stonden die grondrechten vrij vroeg in de wet of in de grondwet. Maar in andere landen heeft dat veel langer geduurd. En dus heel dikwijls ontlenen die grondrechten hun onvervreemdbaarheid aan de internationale rechtsorde. En dat is er leuk aan, weet u waarom? Je kunt dat zo eenzijdig maar niet wijzigen. Je bent nu eenmaal partij bij dat verdrag. Zie hoe moeilijk het is voor Engeland om uit de Europese Unie te geraken. Ze dachten dat dat vanzelf zou gaan. Komt een dag dat ze natuurlijk zeggen, waren we er maar bij gebleven, hè? Bij moeder thuis. Maar in elk geval, die internationale rechtsorde betekent ook dat iemand zich zomaar niet kan losmaken en vasthangt. Alle landen in de wereld zitten in de Verenigde Naties en zijn partij bij de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en bij het Verdrag over Burgerlijke en Politieke Rechten, bijvoorbeeld. Ik heb dat al een paar keer gezegd. In het Engels noemt men of heet men de rechtsstaat de rule of law. En dat zegt eigenlijk beter wat een rechtsstaat is. Het is de wet die baas is. Het is de wet die heerst. Het is de wet die de vrijheid geeft aan de mensen. En de mensenrechten, dat is eerder een Franse uitvinding, ik zei het daar straks al, maar ze sporen perfect samen. Maar u zal bijvoorbeeld zelden de Britten met groot enthousiasme horen spreken over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze zijn daarbij en natuurlijk met overtuiging, maar dat was toch lastig. Hè? Dat daar in Straatsburg een hof is dat een voortdurende les leest. Dat is voor de uitvinders van de rule of law niet zo boeiend. Nu, ik heb gezegd, mensenrechten zitten niet per se in de rechtsstaat en de democratie ook niet. Maar voor ons hoort het er bijna automatisch bij. En de mensenrechten nog meer dan de democratie. Volgende week krijgt u college over de democratie. Ik hoop dat dat daarin bevestigd wordt. Voor ons is een rechtsstaat zonder democratie en zonder mensenrechten een lege doos. Ook al kan het, theoretisch.
Ik heb westers geschreven. Ik had er spijt van toen ik naar hier kwam dat ik het had laten staan, want ik heb tussen haakjes universalistisch geschreven. Hoe langer hoe meer wordt dit gemeen bezit in de wereld. Ik zal straks een beetje over de universaliteit van de mensenrechten spreken. Ook daar ben ik geen expert in. Maar toch heb ik het gevoel dat door de globalisering overal in de wereld over die zaken steeds meer anders hetzelfde of hetzelfde anders gedacht wordt. Wat is de band met de sociale markteconomie? Dat is een stukje dat je in de meeste cursussen constitutioneel recht niet zo snel gaat vinden, maar ik heb het erbij gezet omdat het mij wel belangrijk leek te zijn. Niet alleen omdat de grondrechten steeds meer sociaal-economisch worden, maar ook omdat, zoals de ere-rector Dillemans altijd zegt, de rechtszekerheid kwam voor de sociale zekerheid. En hij mag dat zeggen, want hij heeft de sociale zekerheid meegemaakt. De rechtszekerheid is de zekerheid van de 18e, 19e eeuw. Ja, die ontstaan is en die ons garanties heeft gegeven over onze rechten en over onze veiligheid. En zonder rechtszekerheid kan een markteconomie niet functioneren. Ik geef maar een paar voorbeelden. Om in een markteconomie te kunnen functioneren, heb je het eigendomsrecht nodig. Om in een markteconomie te kunnen functioneren, heb je patenten nodig. Heb je vennootschappen nodig. Heb je contracten nodig waarvan je de naleving kan afdwingen. Dat zijn allemaal zaken die men evident vindt. Als je vandaag op straat rondloopt en je vraagt aan de mensen rechtszekerheid of sociale zekerheid, dan zeggen ze allemaal sociale zekerheid. Ja. Maar ze vergeten dat de voorwaarden voor ons functioneren die rechtszekerheid en die rechtsstaat is. Ja. Er is geen enkel bedrijf in de wereld dat in Rusland investeerde voor 1989. En zelfs tussen 1989 en 2000 waren er nog velen die niet durfden, omdat de regels er niet waren. Omdat de rechtszekerheid er niet was. Waarom is het zo moeilijk om in Afrika te investeren? Om die reden. Ja. Dus degenen die aan het recht in een samenleving niet willen geven wat het recht toekomt, die doden de samenleving zelf. Ja. Dat is een diepe overtuiging en ik vrees dat ze waar is. De sociaal geleide markteconomie is omgekeerd nodig om de gelijkheid voor de wet effectief te maken. Wat bedoel ik daarmee? In de 19e eeuw, als u dat Poulardpaleis ziet staan in Brussel, het heeft uiteindelijk 45 miljoen gekost, meer dan het paleis in Londen. Het heeft 17 jaar geduurd voor het af was. En het is een gebouw dat ook vandaag, u moet er eens binnen gaan als u het nog niet gedaan hebt, een van de meest merkwaardige of opmerkelijke, naar gelang uw smaak, gebouwen die er in ons land te vinden is, op de top van Brussel. Maar welk boerke van den buiten, welke arbeider uit Daans zou nu ooit die drempel van dat justitiepaleis hebben durven overschrijden? Wie zou daar durven binnengaan zijn? Van die mensen uit de sociaal lagere klasse, niemand. En dus een rechtsstaat kan maar voluit gebruikt worden, kan maar voluit tot nut zijn. Die gelijke behandeling voor de wet, die kan van theorie alleen maar praktijk worden, als we ervoor zorgen dat de mensen die gelijkheid ook krijgen. Krijgen op grond van rechten die ze verdienen. Op grond van inkomen waarop ze aanspraak kunnen maken. En op grond van uiteindelijk ook een sociale zekerheid. Die hen beschermt als ze ziek zijn. Die hen beschermt als ze werkloos zijn. Die hen beschermt als ze met pensioen zijn. U moet zich voorstellen, heel even, hoe het moet geweest zijn voor onze betovergrootouders om oud te worden als ze niet rijk waren. Dat was niet echt een optie als je geen goede kinderen had voor de meesten. Of hoe het moet geweest zijn om toen ziek te zijn. Of niet sterk genoeg om in de mijn te werken. En hoe sterk moet je daarvoor zijn? Ik had het geen jaar volgehouden. Ik zou zeggen, je bent sentimenteel. Nee. Ik zou het geen jaar volgehouden hebben. Ja. En zij deden het wel. Dan komt de volgende zin. De rechtsstaat functioneert beter met geëmancipeerde personen. Dat is natuurlijk waar. Hè.
Je ziet dat vandaag, dat is ook zo voor de medische en de gezondheidszorg. Iedereen begint onmiddellijk op zijn iPad te kijken en te zeggen, hoe is die regelen? Wat staat er onder Wikipedia daarbij enzovoort? Wij zijn, de meeste mensen, toen ik vroeger nog advocaat was, wisten al meer van het recht dan ik ervan wist op het moment dat ze bij mij kwamen, omdat ze dat allemaal hadden opgezocht. Ja. Maar u betekent, of u begrijpt, hoe belangrijk in die context het recht op onderwijs is. En als u gaat kijken naar het verdrag voor de rechten van de mens van Straatsburg, dan vindt u in het eerste protocol de eigendom en in het tweede protocol het onderwijs. Ja. Er is niets zo belangrijk in een samenleving dan kennis, deling en overdracht. Ja. En zonder dat kan een volwassen rechtsstaat niet functioneren. Nu dat allemaal gezegd zijn, dan komt het laatste punt. Niettemin en bovenal meet men het rechtsstatelijk gehalte van een samenleving aan de bescherming en de emancipatie die geboden wordt aan de zwakkeren. Het is aan degenen die niets hebben, het is aan degenen die hier toekomen in armoede, bij wijze van spreken zonder kleren en portefeuille, aan de bescherming die we hen kunnen bieden, dat we kunnen zien of we de naam rechtsstaat verdienen. En dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. En dus we kunnen zeggen, de 19e eeuw was de eeuw van de rechtszekerheid, maar voor de zwakken was er geen rechtszekerheid. Wij zijn nu in de 21e eeuw en u bent aan de 23e editie. Het is aan de rechtszekerheid die men aan de zwaksten kan bieden, dat men het gehalte van een beschaving meet. En u mag het gerust weten als ik de Commission on Torture op bezoek krijg, want zo heet dat. De commissie die zich bezighoudt met de marteling in de Europese Unie. En die komt mij de les lezen over de interneringsinstellingen en over de gevangenisinstellingen, dat ik nog zo groot ben. Ja. Want als je de kwaliteit van onze beschaving meet aan de behandeling die wij al decennia geven aan gevangenen en aan geïnterneerden, dan is het er niet goed mee gesteld. Rimbaud en Verlaine, sommigen onder u zullen me dat hebben horen vertellen, maar die hebben een schietincident gehad in 1870 in Brussel, waar een homoseksuele, zoals u weet, twee grote Franse dichters, en ze waren op stap, ze waren gelukkig, ze hadden te veel gedronken en de een schoot op de ander, Verlaine op Rimbaud, en Verlaine is 2 jaar opgesloten in Mons. De nieuwe gevangenis van Mons. En hij schreef aan zijn moeder Ma, hij schreef het in prachtig Frans natuurlijk, beste hotel waar ik ooit geweest ben. Hij heeft daar grote poëzie geschreven. Dat justitiepaleis van Mons staat er nog. Maar ook die gevangenis van Mons staat er nog. En dat is nog altijd dezelfde, niet gerenoveerd. En daar sluiten wij in de 21e eeuw onze mensen op. Voor een habbekrats. Wij hebben het goed. Wat is de band met digitalisering? Opmerkelijke vraag. Ik ken er niet veel van digitalisering. Een van uw lessen gaat over de digitalisering van de gezondheidszorg, heb ik gezien. Ik kan mij daar niet veel bij voorstellen, maar ik heb een paar evidenties op bord geschreven. Maar die voor het recht zeer relevant zijn. En die we niet uit het oog kunnen verliezen. Digitalisering biedt meer transparantie, maar ook meer verborgenheid. U kan seksbedrijven via het internet, dat heeft zijn charmes, naar het schijnt. Want niet iedereen ziet dat. Maar het kan wel opgespoord worden nadien. Dat is gênant. Digitalisering geeft snellere communicatie, maar ook oppervlakkigere communicatie. En u weet niet, of u weet wel, maar als je in het vak zit, hoe er over wat u doet gecommuniceerd wordt. En hoe snel en vluchtig dat allemaal is. Ja. En misschien gaat de wetenschap daar ook ooit nog helemaal aan onderhevig worden, maar ik bid voor u van niet. Ja. Ik hoop dat het zich beperkt tot een aantal andere aspecten van het maatschappelijk leven. Er is een wedren tussen criminaliteit en overheid. En er is een wedren tussen privacy en Big Brother. Dit is het moeilijkste wat er is, dames en heren. Als men mij vraagt, wat vindt u van de privacy? Dan zeg ik altijd,
altijd, ik vind de privacy verschrikkelijk belangrijk. En waar ligt u de lat? En dan zeg ik altijd, ik leg de lat daar waar een mens van vlees en bloed met verantwoordelijkheidszin en kennis van zaken ze legt onmiddellijk na een aanslag waarbij vele doden zijn gevallen. Toen ik pas minister was, kreeg ik door, dat was voor mij nieuw, mijn moeder werkte met telefoonkaarten, hè, belkaarten, dan kostte dat zo duur niet, jongen, zei ze altijd. Of zoveel niet. Toen de eerste terroristenverslagen binnenkwamen, bleek dat die jongens allemaal met belkaarten werkten. Ja. Verviers, u weet nog, januari 2015, er stonden ze heel de tijd buiten met van die speciale toestellen waarmee ze nummers konden oppikken. De technici onder u zullen weten hoe dat is. De federale procureur spreekt altijd van GPG tegen mij. En dan knik ik, want dat begrijp ik. Hè. Maar dus die nummers worden opgepikt, gerepareerd. En dan vraagt men aan de onderzoeksrechter of Proximus of Base of Telenet of weet ik wie, Mobistar, dat nummer wil afluisteren. Maar dat duurde altijd een half uur voor we dat nummer, dat nieuw nummer, want ze veranderen heel de tijd van kaart terwijl ze daar aan het werken zijn. Hè. Voor we dat nieuw nummer hadden en opnieuw konden beginnen afluisteren. En dan misten we een half uur informatie. Toen ik dat voor het eerst vroeg in de ministerraad, zei men, geen sprake van die belkaarten, daar gaan we de anonimiteit nooit van opheffen. Want het zou natuurlijk leuk geweest zijn als je zou geweten hebben wie er met die belkaart belde. Dat mocht niet, dat was strijdig met de privacy. Wat men wilde in de krantenwinkel of in de GB, een belkaart kunnen kopen zonder zijn naam te moeten opgeven. Dat was essentieel voor onze vrije samenleving. Na de aanslag in Parijs, 13 november, is dat standpunt veranderd van de privacyfanaten. Maar vandaag is er geen enkele terrorist die nog met belkaarten belt. Ze bellen allemaal met WhatsApp. Zoals mijn kinderen, dat is goedkoper. En WhatsApp, daar kunnen we niet aan. Dat is zodanig goed geëncrypteerd, zeg ik het goed, dat je het niet kunt decrypteren. En die operatoren die meestal in het buitenland zitten, Proximus en Base en Telenet en zo, dat zat allemaal nog in de buurt, maar die operatoren zitten in Amerika of in Luxemburg of in Duitsland, die zeggen, poep, wij geven de privacy van onze klanten niet prijs. Kan u zich voorstellen wat dat betekent als je weet dat er mensen die een aanslag aan het beramen zijn, op WhatsApp aan het corresponderen zijn en je kan het niet lezen? U zou zeggen, ja, maar vroeger zouden ze tegen elkaar gezegd hebben, dan wist je het ook niet. Nee, maar we hebben nu de middelen. Ja? Zij gebruiken ze ook. Dus dat is die wedren tussen privacy en Big Brother. Maar het antwoord is altijd, en ik kom er straks op terug, er moet een rechter tussen zitten. Ik beslis niet wie er afgeluisterd wordt. Een burgemeester beslist niet dat ik afgeluisterd word. Ik heb een goede burgemeester, maar die moet niet beslissen om mij af te luisteren. Een rechter moet dat beslissen. Ja, in de rechters heb ik geen vertrouwen. Ja, u moet vertrouwen hebben in de rechters. Ja. Een maatschappij die geen vertrouwen meer heeft in haar rechters, is geen goede maatschappij. Ja. Criminaliteit en overheid, dat is hetzelfde, dat is een wedren. Ja. U weet welke revolutie Snowden teweeg heeft gebracht. De man zit nu in asiel, nog altijd in Rusland, denk ik. Ja. Heeft aangetoond wat de Amerikaanse overheid na Al-Qaeda 2001 gedaan heeft. Heeft laten zien dat men veel te ver was gegaan. Waarschijnlijk. Misschien. Is natuurlijk ook niet goed. Waarom? Omdat de president van de Verenigde Staten zei, ik sta boven de rechtsstaat. Ik ben commander-in-chief. En bij secret order beveel ik wie er allemaal wordt afgeluisterd. Zo is Snowden ontstaan. Dus u ziet opnieuw, wij moeten de wedren tegen de criminaliteit winnen in de digitalisering. Wij hebben geen alternatief, maar altijd opnieuw volgens de principes van de rechtsstaat. Niet omdat een minister van Justitie of een president of wie dan ook dat wil. De digitalisering kan de werkprocessen en de openbaarheid van justitie bevorderen. Daar kan ik een paar uur over spreken, maar u zal mij ontslaan
van dat te doen, maar ik zou dat wel heel graag hebben. Maar u ziet waar de uitdaging voor de rechtsstaat ligt in het hedendaagse digitale tijdperk, in de verzoening tussen vrijheden en privacy enerzijds en veiligheid anderzijds. Maar nooit het ene ten koste van de andere. He who puts security before liberty deserves neither. De international rule of law, de internationale rechtsorde, het mooiste wat er is. Dat staten ooit zo ver zouden gekomen zijn om met elkaar bindende afspraken te maken over belangrijke dingen. U hoorde, zaterdag trad het verdrag van Parijs in werking. Weet u nog, Laurent Fabius, toen hij het getekend had, heeft ervoor gevochten in Parijs, vlak na de aanslagen. En hij is nog een pak ouder dan ik en hij weende. Ja? Zo belangrijk vond hij dat milieuakkoord. Het is zaterdag in werking getreden. La souveraineté is een definitie van een meneer die Le Fur heet, die in het eind van de 19e eeuw over federalisme sprak en confederalisme. Et la qualité de l'état de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. De staat is haar eigen meester, maar met nationale soevereiniteit zijn we niet veel meer. Geen enkele staat kan de behoeften van haar burgers vervullen. U wil op reis, u wil exporteren, u wil importeren. U wil communiceren met een Amerikaan. U wil van de morgen tot de avond van alles waarvoor uw Belgische staat niet kan zorgen. Waarvoor uw Belgische staat moet samenwerken met andere landen. Bijvoorbeeld op het stuk van handel, verkeer en communicatie. Maar ook wat de bestrijding betreft, er zijn fenomenen die geen grenzen kennen. Financiën kennen geen grenzen, dat hebben we gezien met de financiële crisis. We hebben die maar kunnen bemeesteren. Toen Europa na de tweede crisis zei, nu doen we het allemaal samen. Niet meer elk land voor zich. U zal zich dat misschien niet herinneren, maar onze nationale bankiers van Frankrijk, Nederland, Luxemburg, België, die stonden soms met gewapende messen tegenover elkaar. En die zegt, van Dexia moogt gij dat niet weten en van Fortis moogt gij dat niet weten. En weet u nog meneer Bos, die op een bepaald moment zei, het zit allemaal bij Fortis België. En nu koop ik Fortis Nederland. Fortis België is nadien gebleken, zeg het niet voort, we gaan de woensdag verliezen. Fortis België is nadien gebleken een veel betere bank te zijn dan Fortis Nederland. Ja. Maar als op dat moment het nationalisme speelt, als op momenten dat de wereld in brand staat, een land op zijn strepen staat en het andere land niet helpt, dat hebben we gezien in de financiële crisis, loopt het mis. Ja. Zo is het ook met de criminaliteitsbestrijding. Ja. Onmiddellijk na de aanslagen in Parijs, Charlie Hebdo, en nog meer na die van 13 november, zei men dat het een Belgisch fenomeen was. Ik heb ook mensen horen vertellen dat de bankencrisis, dat de fout was van Fortis, totdat ook de Schotse bank failliet ging en totdat ook een Nederlandse bank failliet ging en Santander in zware moeilijkheden kwam. Weet u dat de Duitse staat 487 miljard geïnvesteerd heeft in kleine banken? En dat vandaag Deutsche Bank de meest onder druk staande internationale bank is? Dus stop met die nationalistische reflexen. Dit is geen voetbal. Milieu hetzelfde. Wij kunnen niet overleven zonder internationaal samen te werken. Als in Brazilië al hun bomen afzagen, gaat het mislopen. Maar als u allemaal met een four-wheel drive rijdt, die 14 liter per 100 kilometer, en als u veel koeien eet enzovoort, gaat het ook niet goed aflopen. Wij moeten elkaar daarin continu helpen. Ja. Migratie, mensenrechten, humanitaire hulp, dat is het moeilijkste. Omdat daar het eigen belang dikwijls het grootst is of het kleinst, zoals u wil. Ja. Maar hoe wil u, ja, excuseer dat ik het zeg, ja, maar hoe wil u, ja, als de ongelijkheid zo groot is als ze vandaag is, dat de Middellandse Zee, de Mare Nostrum van vroeger, dat die kan blijven dienen als muur? Weet u nog, Mare Nostrum? Ja. Augustinus was vandaar, was een Berber, hè. En Hannibal kwam geregeld met zijn olifanten van ginder. Maar
Ik hoorde vorige week op de radio, ik dacht, België is bevrijd. Want 's morgens tussen 7 en 8 hoorde ik achterin volgen zelfs Isles over de muur in Mexico. En onze vriend Franks vanuit Mosul. In plaats van een collega-minister die niet goed geslapen had en 's morgens moest komen vertellen waarom hem slecht geslapen had. En wat betekent dat? Ja. Dat we eindelijk hebben gezien waarover het gaat in de wereld. Ja. Maar dat is alleen in de allerheilige vakantie dat dat kan. Ja. Maar goed, dat is dan toch al dat. Ja. In Mexico stelt zich net hetzelfde probleem als aan onze Middellandse Zee. Net hetzelfde probleem. Heel veel armoede die heel veel rijkdom ziet. Ja, dan kan je niet anders dan problemen krijgen. En als je dus die problemen niet ter plaatse helpt oplossen, ja, dan komen die naar hier. Daar is niet veel aan te doen. Ja, een chef die je spreekt, hij zou beter eens in een professorale rol blijven. Maar ik meen het uit de grond van mijn hart, dames en heren. Er is geen andere oplossing dan elkaar in de wereld te helpen of we gaan samen naar de haaien. En dan komt mijn laatste punt. Een oorlog kan nog enkel met toestemming van de Verenigde Naties. Ja. Prachtig. Ja. 1945. Dat men dat toen toch nog eens op papier heeft durven zetten na alles wat er gebeurd was, terwijl de Nuremberg-processen in voorbereiding waren. De Veiligheidsraad moet toestemmen. 9 op de 15 stemmen. Helaas hebben de 5 groten een vetorecht. Helaas. Maar goed. En we mogen ons collectief zelf verdedigen. Of individueel. Ik kom daar straks op terug. Bij concrete gevallen. Ja. Dat wil zeggen, in 1945 heeft de wereld beslist dat hij zou proberen op internationaal vlak een rechtsstaat te creëren zoals op nationaal vlak. U zou zeggen, maar er zijn nog heel veel oorlogen uitgevochten sedertdien, zonder VN-mandaat. Ik weet het. Maar ze hebben allemaal grote problemen gegeven. En de politici die ze gevochten hebben, zullen zichzelf in de spiegel niet durven bekijken. De wet is niet de hoogste norm. Ik let op de tijd. Mag ik vragen, als ik om iets na 9 klaar ben voor vragen, is dat goed? Ik probeer, hè, maar ik ben meestal te laat. En de rector heeft heel lang gesproken bij de... U zit er nog, dus van u durf ik het niet zeggen. Hè, maar goed. De rechtsstaat kan een hogere norm dan de wet erkennen. Dan moet ik iets vertellen over Engeland. Engeland is een raar land. U zal het niet geloven, Engeland heeft geen grondwet. Maar zeg nooit tegen een Engelsman dat hij geen grondwet heeft. We have a constitution. But we can change the constitution at any time. When parliament prefers to do so. Bij ons is een grondwetsherziening van het moeilijkste dat er is. Dat moeten voorbereiden met een constituant en een 2/3 meerderheid enzovoort. In Engeland geen probleem. The sovereignty of parliament. En dus vandaar dat die Brexit-kwestie daar nu zo interessant is. Vandaar dat het Europees Parlement daar zo gevoelig lag. Sovereignty of parliament is wezenlijk. Maar bij ons kan het natuurlijk zo zijn dat er hogere normen zijn. En we gaan een paar normen bekijken. De gewone rechter kan voorrang geven sedert 1971 in ons land aan een verdrag boven een wettekst. Dat wil zeggen dat de rechter kan zeggen, meneer de minister, of beste parlement, gij hebt hier een wet gestemd, maar die wet is strijdig met het verdrag dat wij gesloten hebben met Liechtenstein. Ik zeg maar iets. Dus in dit geval gaan wij die wet niet toepassen. Wat een respect voor de internationale... We hebben dat verdrag getekend, we hebben dat geratificeerd, zoals dat CETA-verdrag nu. Dat gaat boven de wet. Ook in Engeland gebeurt dat, maar in Engeland zegt dan het parlement en rechters, we zeggen het heel nadrukkelijk, je moogt in dit geval het verdrag verkiezen boven de wet. We laten het u met zoveel woorden toe. Zo hebben ze hun schaamlapje voor de soevereiniteit. De grondwet, die kon bij ons, toen ik student was althans, kon die niet getoetst worden. Dat was een punt van geloof. In Nederland kan dat nog altijd niet. We hebben dan in het begin van de jaren 80 een grondwettelijk hof opgericht, een arbitragehof oorspronkelijk, dat nu de wetten op een heleboel punten kan toetsen. Ja. Het grondwettelijk hof, waarin 6 rechters zitten, 6 oud-politici. Ja.
die samen beslissen. Elke rechter kan daaraan een prejudiciële vraag stellen. En als de rechter als antwoord krijgt, in dit geval mag u de wet niet zo toepassen, want dan past u ze strijdig met de grondwet toe, dan moet die rechter de beslissing van het grondwettelijk hof volgen. Elke burger kan ook tegen een nieuwe wet naar het grondwettelijk hof stappen, dus het staat u vrij om dat te doen. Wat een verfijning toch in een rechtsstaat. Mensen zijn zo ontevreden, als ik ze tegenkom op straat, ik moet niet ontevreden zijn als u wil. U stapt naar het grondwettelijk hof en u kan al onze wetten laten vernietigen. Het Europees Hof en het Europees Gerecht die waken indirect over de naleving van het Europese Unierecht. Of direct, dat hangt er al vanaf. Dat is een ingewikkelde uitleg. Als uw collega Leenaerts, voorzitter van het Europees Hof van Justitie en van de beste faculteit rechten van Europa en ver in de omstreken, daarover zou horen, dan zou hij met anderhalf uur zeker niet toekomen. En dan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt mede bewaakt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar zit een andere collega in van diezelfde faculteit, collega Lemmes. Nu, u ziet, die structuur zegt eigenlijk aan de Belgische wetgever, u moet zichzelf niet te hoog inschatten. Wees bescheiden. Want er zijn een heleboel normen die belangrijker zijn dan de uwe, en waar de rechter voorrang aan moet geven. Dat is formidabel. Dat is enorm gesofisticeerd. Dat is ingewikkeld. En dus haken vele mensen af. Het is niet eenvoudig genoeg. Maar de wereld is niet eenvoudig. En Europa heeft ons 70 jaar vrede gebracht. Inderdaad, soms ingewikkeld recht, maar een economische vooruitgang waar we nooit van hadden durven dromen. Als we al hadden bestaan of bij bewustzijn waren geweest, volle bewustzijn in 1945. Dus zeggen, we moeten terug naar die kleine natiestaat, wat je vandaag veel mensen hoort zeggen in navolging van de Brexit, dat is echt geen alternatief. Of die rechten van de mens, dat doet er eigenlijk niet toe. Dames en heren, ik heb er straks bij alle voorbeelden die ik heb gegeven van mensen die niet zo gelukkig waren met de rechtsstaat, de Belgische minister van Justitie ontzien. Ja. Maar ik geef maar twee voorbeelden die die minister op zijn plaats zetten. We hebben meneer Trabelsi uitgeleverd, dat is die voetballer die wat terroristische neigingen had, aan de Verenigde Staten. Ik moet schadeloosstelling betalen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Omdat ik hem uitgeleverd heb aan een land waar hij meer dan waarschijnlijk levenslang gevangen zal gehouden worden. Ik heb die schadeloosstelling betaald. Dat is de rechtsstaat. In onze wetgeving staat dat je in een rechtbank niet met een deksel mag rondlopen. Dus, dames en heren, u mag niet met uw hoed naar de rechtbank. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat meer dan waarschijnlijk definitief beslissen dat dat strijdig is met de vrijheid van godsdienst. En dat er mensen binnen mogen in de rechtbank met een hoofddoekop. U zal u zeggen, ze zijn gek geworden. Nee, ze zijn niet gek geworden. Ze hebben gelijk. Ik mag dat alleen niet toegeven hier. Maar ze hebben gelijk. Die regel die destijds geschreven is, was bestemd om ons, als wij in de kerk binnenkomen, zetten we onze hoed af. De mannen toch? Ja. Maar nu, de godsdienstvrijheid vergt, dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik vind dat vooruitgang. Niet iedereen zal dat vinden, maar ik kan er niet aan doen. Machten zelf zijn aan de wet onderworpen. Dat is helemaal het einde. Een minister, een parlementair, een rechter, die kunnen allemaal voor de rechter verschijnen. We hebben een heel gesofisticeerde procedure van parlementaire onschendbaarheidsopheffing. Een minister kan strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het Hof van Beroep overeenkomstig artikel 103 van de grondwet, geloof ik. En rechters, weet u nog de Augustazaak? Ja. Weet u nog de Augustazaak onze ministers doen door het Hof van Cassatie zijn veroordeeld? Ja. Dat is ook een rechtsstaat. Ja. En zijn werk, dat zien we op zo'n moment, hoe pijnlijk het ook is. De gewone rechter moet de strijdige lagere norm buiten toepassing laten. Dat had u niet anders verwacht als een gewone minister of de regering een koninklijk besluit neemt dat strijdig is met wet of grondwet, zegt de rechter gewoon, ik wil er niet van weten. En de bestuursbeslissingen die genomen worden door ministers, door regeringen, door burgemeesters, door deputaties, door gelijk wie, die kunnen worden aangevochten voor de rechter.
En dat is een heel moeilijk stuk, dat alleen voor de juristen volledig doorgrondelijk is, maar dat u misschien toch wel kan verstaan. Wij maken een onderscheid tussen burgerlijke rechten en politieke rechten. Burgerlijke rechten, dat zijn subjectieve rechten. Dat zijn zaken waarop u recht hebt. U hebt recht op een pensioen als u in de voorwaarden verkeert. U hebt recht op werkloosheid als u in de voorwaarden verkeert. U hebt recht op uw eigendom als dat uw eigendom is en als iemand anders daar misbruik van maakt. En dat zijn allemaal gevallen waarin de rechter een gebonden bevoegdheid heeft, waarin de overheid een gebonden bevoegdheid heeft, vooral de overheid. Zij moet dat recht respecteren door een herstel in natura, bijvoorbeeld door u uw pensioen te geven, of bij equivalent. En daar is onze rechtsstaat enorm ver gegaan. Weet u dat de uitvoerende macht sedert 1920 tot schadeloosstelling kan gedwongen worden ten aanzien van een particulier? Ik zou zeggen, dat is normaal. Als de boom van de staat op mijn huis valt, of van het gewest of van de gemeente, dan moet de staat of het gewest of de gemeente dat vergoeden. Ja. Maar ook de rechterlijke macht kan fouten maken. En als zij fouten maakt, waardoor u bijvoorbeeld failliet gaat, omdat u een zware aanslag krijgt die ten onrechte is, en waardoor u failliet gaat, dan kan de rechterlijke macht daarvoor aansprakelijk gesteld worden. U zal zeggen, moet de rechter dat dan uit zijn eigen zak betalen? Nee, dat wordt dan door de staat betaald, door de interdepartementale provisie van de minister van Justitie. Of de wetgevende macht, die kan ook fouten maken. En als zij fouten maakt, waardoor iemand schade leidt, dan kan dat tot bijvoorbeeld een nietige wet die door het grondwettelijk hof wordt vernietigd, dan kan men daarvoor veroordeeld worden. Iets anders zijn politieke rechten. Ja. Politieke rechten, dat zijn rechten waarbij de overheid zekere discretie heeft. Bijvoorbeeld, er moet iemand benoemd worden. En er zijn 20 kandidaten. Geen van die 20 heeft een subjectief recht om benoemd te worden. We kunnen er trouwens maar 1 van die 20 benoemen. Degene die benoemd wordt, die moet dat evenwel worden in omstandigheden die billig zijn, in omstandigheden die correct zijn, die rekening houden met alle mogelijke vergelijkingsfactoren. En dus, dames en heren, zijn we vandaag zover dat er bijna geen rechter meer benoemd wordt. Of er gaat een andere kandidaatrechter naar de Raad van State om die benoeming aan te vechten. Zover is het nog niet met de professoren aan de KU Leuven, maar met de examenbetwistingen die opgekomen zijn de laatste 10 jaar, zo kan u zich voorstellen hoeveel er gelitigeerd wordt wanneer de overheid met discretionaire rechten te maken heeft, met politieke rechten. Ja. En een van die politieke rechten, bijvoorbeeld, is deze dagen fel in de pers, ik ga er niet meer over zeggen, dat is het recht op een visum. Ja. Waarbij dus blijkbaar meneer Franken en de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen het niet eens worden. En de zaak is sub judice, dus een minister van Justitie moet zich onthouden. Maar het recht op een visum is geen subjectief recht, het is een politiek recht. De rechtszekerheid en de toegang tot de rechter, dat is ook een heel lang verhaal waar ik heel kort over zal zijn. Wij hebben een kwalitatieve, toepasbare en stabiele wetgeving nodig. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En u wordt bovendien verondersteld die allemaal te kennen. Als u zo 's morgens vroeg wakker bent, een enkele keer, om 6 uur, dan drukt u eens in www.staatsblad.be. En u leest de eerste editie van het Staatsblad van die dag. Eigenlijk zou u dat elke dag horen te doen. Soms zijn er 3. Nemo censetur ignorare legem. Niemand wordt geacht de wet niet te kennen. Maar kwalitatief, dat wil zeggen fijnmazig. De mensen zeggen, ja, maar nee, mijn situatie is toch verschillend. Je mag dat zo niet in de wet schrijven. Ja, maar het moet ook eenvoudig zijn, want toepasbaar. Dan zegt je rechter, ik heb vorige week nog een hoge magistraat horen vertellen, de wet is niets anders dan een opeenvolging van woorden waarvan de magistraten recht moeten maken. Dat wil zeggen, uw wetten zijn veel te ingewikkeld. En dan moet ze stabiel zijn. Wat mensen niet verdragen, is dat men om de haverklap de wet wijzigt. De toegankelijke wetgeving voor praktizijnen en particulieren. U moet ze kunnen verstaan, u moet ze kunnen vinden in codificaties, in gecoördineerde wetten. De website van justitie geeft vrij behoorlijke coördinatie van de wetten. Want zo'n wet wordt 20 keer gewijzigd in haar bestaan, minstens.
U vindt vrij goede gecoördineerde versies van de wet bij ons. Als u voor de rechter komt, moet u de wet niet kennen. Het is de rechter die de wet moet kennen. Da mihi factum dabo tibius. Ik zal het recht erop toepassen. Wat heel belangrijk is, ik kom terug op mijn emancipatie van daarstraks, dat is de toegang tot de rechter. Ja? Voor mensen die minder verdienen in België dan 953 euro per maand, is die gratis. Ja? Maar nu zal zeggen, ja, maar daar kun je niks mee doen met 953 euro. Er zijn mensen die daar mirakelen mee doen. Ja? Ik heb eens met Helmut Lotti gesproken, ook dat overkomt de minister. Het was een heel leuk gesprek en hij had maar 7 euro gekregen terwijl hij 3 dagen dakloos was. En hij was verbaasd, hij had daar 3 dagen, had maar elke dag een brood gekocht en het was in orde. Hè. Zo, meer is dat niet, 3 dagen overleven. Dus met die 953 euro kan je niet voldoen, zal u zeggen. Gezinnen krijgen meer natuurlijk. Ja. Gaat tot 1500 euro, wordt u gratis geholpen. Wat ik probeer nu te verkrijgen, is dat mensen die daarboven zitten, en de meesten onder ons hebben roeping om daarboven te zitten, zonder twijfel, is degene die daarboven zitten een rechtsbijstandsverzekering te geven naar het voorbeeld van de ziekteverzekering. Niemand onder u is bang, denk ik, om naar een arts te gaan. Dan omdat hij schrik heeft dat een arts u gaat pijn doen of slecht nieuws heeft voor u. Maar financieel niet bang. Advocaten, daar is men bang van. Men denkt dat die duur gaan zijn. Die zijn niet duurder dan artsen. Alleen, er is geen verzekering die u terugbetaalt. Dus we gaan proberen een fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering te maken. Maar daarvoor is een nomenclatuur nodig. Nu, als u onlangs de voorzitter van de CM hebt horen spreken over de wijziging van de nomenclatuur van artsen, CM Christelijke Mutualiteiten, die bestaat al sedert 45, dat is heel moeilijke nomenclatuur, hè, want dat betekent prestaties eiken en vergelijken, maar bij de advocaten gaat dat lukken. En dan de onsterfelijke woorden, wat wij moeten proberen is a reasonable justice at a reasonable cost within a reasonable delay te krijgen. Deze morgen stond Lernout en Houspie in de krant. 15 jaar. Fortis, Brussel. 9 jaar en nog geen beslissing in zicht. Ik kan uitleggen hoe dat komt, maar daar bent u niks bij gebaat. Ik moet het veranderen en verbeteren. Het lukt moeizaam, omdat vele mensen overtuigd zijn dat het recht traag moet gaan. Om zeker te zijn dat men juist beslist. En daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Er is geen reden tot overhaasting. Maar er is ook geen reden tot geïnstitutionaliseerde traagheid. Er is niks mis met snel lezen. Er is niks mis met niet uitstellen. Er is niks mis met. En dus elke keer als ik aan echte juristen lesgeef, jongen bedoel ik, dan probeer ik maar 1 ding te zeggen, dat is dat ze keihard moeten werken. Maar natuurlijk, een juridisch geval is nooit zo dringend als een tand die pijn doet. En een rechtbank is een ingewikkeld systeem. We hebben 5 potpourri-wetten gemaakt de voorbije 18 maanden om heel de boel up te speeden en het begint te gaan. Maar zaken zoals Fortis en zoals Lernout zijn een schande voor een rechtsstaat. En ik vraag er u nederig vergiffenis voor. Gelijkheid voor de wet, gelijke toepassing. Een vrij eenvoudige norm voor de wetgever en eenvoudig te controleren, zeg ik. Ja, collega Van Orsoven, zou u daar een paar uur over kunnen houden, wat gelijke toepassing is, of beter gezegd, een wet die niet discrimineert, die mensen gelijk behandelt, maar gelijke gevallen gelijk behandelen, is nogal evident. En alleen discrimineren wanneer daar een objectief criterium voor bestaat, ook nachtarbeid voor kinderen of voor mensen beneden de 18, misschien nachtarbeid voor vrouwen, dat zijn dingen die we vandaag nog begrijpen, maar misschien binnen 10 jaar niet meer. Er was een tijd dat vrouwen vroeger met pensioen mochten, dat mag nu niet meer. Binnenkort moeten ze later met pensioen, want ze zijn veel sterker dan de mannen. Het is een zeer moeilijke norm voor de uitvoerende macht, gelijke gevallen gelijk behandelen. Zeer moeilijke norm. Ja. Omdat natuurlijk, ja, vandaag verdragen we nog een beetje ongelijkheid. De professoren onder u weten hoe die marge van ongelijkheid die verdragen wordt afneemt. Studenten van mijn generatie
vakantie en kort nadien had de graag mondeling examen. Wisten wel dat de ene dag een 18 gaf en de volgende dag een 17 en de ene dag een 10 en de volgende dag misschien een 9. Maar ze hadden dat toch graag. Vandaag wil men tot op de millimeter kunnen zien waarom meneer A een 9,4 en meneer B een 8,7 heeft gekregen. Dat is niet alleen zo voor studenten, dat is zo in heel de samenleving. En wij zitten dus met geweldige problemen. Onze instellingen hebben dat nog niet door, maar als de digitalisering en de transparantie echt doordringt, gaat iemand die in Veurne gepakt wordt aan 76 absoluut niet meer willen betalen dan iemand die in Neuchâteau gepakt wordt aan 76. Die zekerheid heb ik, omdat ik dat bij de studenten gezien heb. En dat maakt de rechtsstaat ontzettend veel complexer in het begin, maar zal ze veel eenvoudiger maken nadien. Omdat men zal zeggen, ja, het is simpel. Ja? We moeten gelijke gevallen gelijk behandelen. Ja? Ook in de toepassing. Nu zeg ik iets waar heel veel juristen niet klaar voor zijn. Die zeggen, meneer de minister, u maakt van ons een robot. Ik zeg alleen, voor eenvoudige gevallen is dat het eenvoudigst. Wij vragen ook niet bij een student die schriftelijk examen heeft afgelegd of multiple choice examen heeft afgelegd, was u die morgen goed wakker of dat soort dingen, of had u slecht geslapen. Dus op maat kan ze een betekenis hebben in moeilijke gevallen, in delicate gevallen, maar wanneer we dat ook beginnen te doen bij eenvoudige gevallen, bijvoorbeeld bij lichte gevallen van fiscale fraude, u hebt iets niet aangegeven. Ja, maar het was een vriendelijke vrouw, zegt de controleur dan, die het mij... Ik stuurde altijd mijn vrouw naar de fiscale controle. Dat had enorme voordelen. Het was een vriendelijke vrouw die mij dat had uitgelegd. Ja, en dus ik heb gezegd, alleen vooruit. Ja. Eens die regels bij circulaires op een duidelijke en uniforme manier worden vastgelegd, wordt het leven veel eenvoudiger. Ook voor rechters. Wat men morgen niet meer gaat verstaan, is dat geval A geseponeerd wordt en geval B niet. Nu, vandaag wordt ongeveer 80% van alle overtredingen en misdrijven geseponeerd. En waarom het ene wel en het andere niet? Dat vergt een strafrechtelijk beleid dat perfect transparant is en heel duidelijk maakt waarom. Want onze kinderen, minstens van de jongeren hun kinderen, die zullen het niet meer verdragen. Het zal gelijk moeten zijn, vrees ik. Behalve natuurlijk wanneer het gaat over een moord. Of wanneer het gaat over een heel zwaar geval. Maar het op maat beslissen van elk individueel geval, dat gaat hoe langer, hoe moeilijker worden. Daar ben ik van overtuigd. Dat heb ik als prof ervaren. En de studenten zijn meestal voor. Maar u mag dat betwisten, ik heb daar geen probleem mee. De feitenrechter is soeverein, dat is misschien nog belangrijk. Dat wil zeggen dat hij uiteraard de feiten soeverein vaststelt. En het Hof van Cassatie kan zich daar niet mee bemoeien, maar het Hof van Cassatie brengt eenheid in de toepassing van het recht. Daar moet ik u een kleine anekdote over vertellen. Weet u dat het geduurd heeft tot 1946, voor het Hof van Cassatie zeker was dat het niet bij de wetgevende macht hoorde? Dat kan niemand geloven hier in de zaal. Zolang is een thesis overgeschreven, een rechtshistorische thesis. Zo lang heeft dat geduurd. Omdat ze dachten, ja, we zijn voor de eenmaking, maar ook voor de bewaking van de wet, in functie van wat de wetgever gewild heeft. Want het Hof van Cassatie was er tegen het gewoonterecht. Was er tegen rechters die zomaar in functie van lokale kostuimen beslisten. En moest ervoor zorgen dat de wet, de centrale wet, van de unitaire Franse staat werd toegepast. En dat heeft dus 100... Als je vandaag zegt dan het Hof van Cassatie dat het deel uitmaakt van de wetgevende macht, dan krijg je langs links en langs rechts. Maar dat heeft zo lang geduurd. En wat zo interessant is daaraan, want dat gaat mijn conclusie straks beïnvloeden, dat komt. Sommigen onder u hebben van François Laurent gehoord. De grootste jurist van de 19e eeuw. Bekend als papenvreter, maar ook een briljante jurist. Een man die een heel nieuw burgerlijk wetboek had ontworpen. En die trouw was aan de wet. Dat prachtige wetboek van Napoleon. Men noemde hem de leider van de exegetische school die het burgerlijk wetboek las. Zoals sommigen onder ons het evangelie en anderen de Koran. Maar
Nadien is de eeuw van de rechtspraak gekomen. En dat is de eeuw van de page. Die schreef over le gouvernement des juges. En die in heel zijn traité, de niet-juristen onder u, de traités van de page, dat is een hele kast vol, die schreef alleen over rechtspraak. Die had absoluut geen zin om over de wetgever te spreken. Wij zijn dus van de wet naar het recht en naar de rechtspraak. En een van de grootste professoren van mijn faculteit, u zit er hier een paar op de eerste rij natuurlijk, maar Walter van Gerven, hij is onlangs gestorven, schreef een boekje over het beleid van de rechter. Omdat hij zo overtuigd was van het belang van een goede rechterlijke macht die de juiste rechtspraak bracht als de wet niet duidelijk of ontoereikend was. De vrijheidsrechter, daar zal ik kort over zijn, dat is terug habeas corpus. Vrijheidsberoving vergt een wettelijke reden en vergt rechterlijke controle. Vrijheidsberoving wordt ruim geïnterpreteerd. Een elektronische, een enkelband, is ook vrijheidsberoving. Andere aantastingen van ons privéleven vergen vergelijkbare garanties. Huiszoeking, afluisteren, camera, e-mail, inkijken, maar enkele voorbeelden. Als u ziet zo de incidenten van de voorbije dagen, als we van digitalisering spreken. Mevrouw Clinton heeft met niks last gehad dan met haar e-mails. En een paar dagen geleden is er in Marokko een visvender verpletterd. En dat is gefilmd. It goes wild, zegt men dan. Ja. Als er een revolutie komt in Marokko, quod certenon, dan is het daar begonnen. Ja. Digitalisering. Vroeger moest je daar een prins van Sarajevo voor dood doen. We zijn vooruit gegaan. Ja. En ik meen het. Deze rechterlijke controle vergt niet noodzakelijk dat er ook een rechter het strafrechtelijk onderzoek leidt. U gaat de volgende maanden en jaren nog ontzettend veel horen van een minister, een onverlaat, die de onderzoeksrechter wil afschaffen. Dat ben ik, die minister, die onverlaat. Maar dat is niet zo. Het enige wat de experten die mij adviseren zouden willen doen, is naar Nederlands en Frans model de onderzoeksrechter nog altijd de vrijheidsrechter maken, die al die dingen moet toestaan in hetzelfde dossier, maar de onderzoeksrechter zou het onderzoek niet meer leiden. Er is geen rechtsstudent die afstudeert die goed kan uitleggen wat het verschil is tussen een onderzoeksrechter en het parket. En ik heb er langer over gedaan dan mijn studies om het te begrijpen. Maar het parket, als het Openbaar Ministerie, ja, dat ziet u daarboven. En dat vervolgt de misdrijven. Voor rekening van de staat, maar à charge en à décharge. Maar op het moment dat die staande magistratuur, want die staat, de parketmagistraat staat altijd in de rechtbank, dat weet u, de rest zit. Maar dus de staande magistratuur, wat die doet, is natuurlijk vervolgen, maar op het moment dat zij vandaag in het huidige recht een tap nodig heeft, een telefoontap of een camera-inkijk of iets dergelijks, dan moet ze dat vragen aan de onderzoeksrechter. En dan zegt de onderzoeksrechter, dank u, nu zal ik voort het onderzoek doen. U mag gaan. En dan mag het parket naar huis en dan doet de onderzoeksrechter verder. Heel dikwijls werkt hij keihard, soms gaat hij op het dossier zitten. Als hij er heel veel heeft. En dan zegt hij een jaar of 10 later aan de parketmagistraat, hier is het dossier. Maar dan is het soms al laat. Want dan komt soms verjaring te berde, wat ook niet iedereen begrijpt waarom dat nodig is, maar toch ook wel een nuttige instelling bij momenten. Ja? Dus de bedoeling is alleen van die onverlaat om ervoor te zorgen dat de rechter nog altijd moet beslissen, zoals in habeas corpus, maar dat het onderzoek geleid wordt door het parket zelf. Nu zal u zeggen, ja, is dat normaal dat een rechter het onderzoek leidt? Wel, wij zijn dat normaal gaan vinden omdat Napoleon dat heeft uitgevonden, een briljante, misschien jurist, maar hij had een briljante jurist kunnen zijn. Die onderzoeksrechter die bij de zittende magistratuur zit en die actief een onderzoek leidt, dat is een beetje vreemd. Niet iedereen in andere landen begrijpt dat. Dat is echt een stuk Latijnse traditie. Maar zeker niet universeel. En dus we zouden dat misschien, als de experten gelijk krijgen, naar Nederlands en Frans model verlaten. U ziet hier de zittende magistratuur. Wat ik misschien
even moet aanstippen, is die willige rechtsmacht en de leidelijke rechter. Wij leven in een samenleving waarin de rechter leidt, met IJ. Hij is leidelijk, passief, zegt men. Laten we zeggen, de partijen hebben het initiatief. En zeker in een burgerlijke zaak zal je een rechter niet horen zeggen tegen twee partijen die uitstel vragen, pleit u toch maar. Wat betekent dat voor de traagheid van de rechtspraak advocaten minstens even belangrijk zijn als magistraten. Als magistraten, als advocaten elkaar vinden en zeggen vandaag gaat het niet om een of andere reden, dan gaan ze naar de rechter en ze zeggen we vragen uitstel. We zijn aan het onderhandelen. Of dat dan zo is, dat weet de rechter niet, maar hij wordt geacht leidelijk te zijn. Steeds meer komen stemmen op om veel meer op te lossen bij wegen van arbitrage en bemiddeling, minnelijke schikking, minzame regelingen te zoeken voor rechters, voor dus gevallen privérechters, die een stuk actiever zijn. En dat is wel de toekomst. Napoleon noemde dat al de willige rechtsmacht. Notaris en vrederechter zijn daar ook exponenten van. Het gezag van gewijsde is slechts gehecht aan de definitieve beslissing, zoals men dat bij ons zegt. Waarom herhaal ik dat nog eens? Een rechter is behoorlijk soeverein. Als een rechter zegt, zo is het, en hij oordeelt in laatste aanleg, dan is het zo. Ook al is het misschien niet juist. En niettemin mogen andere rechters niet naar die beslissing verwijzen, want een beslissing heeft enkel persuasive authority in het continentaal systeem. Wij werken niet bij wijze van precedent. Een eerlijk proces en een onafhankelijke rechter, dat kan u wel geloven. Een onafhankelijke rechter, ik heb al gezegd wat dat betekent. Het laatste puntje misschien is toch wel belangrijk. Wanneer de onafhankelijke rechter zoveel vertrouwen krijgt van de maatschappij, dan zijn tucht, deontologie en terughoudendheid evidente tegengewichten. En zoals in de andere vrije beroepen, ik durf niet zeggen dat de magistraat een vrij beroep uitoefent, maar het gelijkt er toch heel sterk op, moet daar streng de hand aan gehouden worden. U ziet ook de voordracht van de Hoge Raad van Justitie. Als u jong geweest bent, wanneer ik jong was, dan was er maar één zaak verschrikkelijk, dat waren de politieke benoemingen van de magistratuur. De minister van Justitie benoemde de magistraten zonder dat daar een examen, een vergelijkende test of wat dan ook aan vooraf ging. Dat is na de Dutroux-crisis afgeschaft. Het is vandaag een hoge raad van justitie bestaande uit 11 magistraten en uit 11 andere, ze zijn met 44 in totaal, maar er zijn er maar 22 bezig met de benoemingen, die de te benoemen kandidaat op verslag en advies voordraagt aan de minister van Justitie. Wat benoemingen betreft ben ik een handtekenmachine. Er wordt gekeken of het advies min of meer in orde is en de minister tekent. Ik heb geen enkele zeggenschap in de benoeming van de magistraten en u moet mij geloven, geen enkele. Wat er achter mijn rug gebeurt, weet ik niet, maar ik teken. Ja. Dit is zonder twijfel ook vooruit. Maar wat u niet mag geloven, dat is dat men ooit in een samenleving bij dit soort processen, wat men in de brede zin politiek noemt, kan uitsluiten. U kan nooit bekomen dat er geen politiek aan te pas komt. Binnen die Hoge Raad wordt er ook gepraat. En de mensen in die Hoge Raad praten ook met derden over wie er misschien zou moeten benoemd worden. Er is geen beter voorbeeld te geven dan de Verenigde Staten, waar de Supreme Court justices worden benoemd door de president. Die 5-4, waarvan ik daar straks sprak in Florida, dat zijn allemaal politiek benoemde, hoge, heel knappe magistraten. Maar er zijn magistraten die tot na hun 90 blijven zitten, in de hoop dat de volgende president van de andere kleur zal zijn, zodanig dat de meerderheid in het Supreme Court kantelt. Wat betekent dat ook? Dat ook recht in een rechtbank, in de brede zin van het woord, politiek is. In de brede zin van het woord. Als de Supreme Court moet oordelen over de grondwettigheid van abortus, dan moeten we ons geen illusies maken over het feit dat de mensen die daarover oordelen op dat ogenblik rekening houden met de brede opvattingen in de maatschappij, maar onvermijdelijk zullen zij ook een beetje, zoals
iedereen onder ons een heel klein beetje naar links of een heel klein beetje naar rechts overhellen. Ja? Er is niet zoiets als perfecte objectiviteit in het recht. Als dat in uw wetenschap wel bestaat, dan bent u gelukkig. Maar in de onze, die een kunst is, bestaat dat niet. Straffen en strafuitvoering, daar heb ik nog niet veel over gesproken, maar de doodstraf die is in de 18e eeuw weggeschreven. De marteling ook. En dat is uiteindelijk in de 20e eeuw, behalve in een aantal staten in de wereld en in een aantal staten in Amerika, ook de werkelijkheid geworden. Ook de lijfstraffen in de 18e eeuw waren onze gevangenissen alleen maar een wachtplaats op een lijfstraf of de doodstraf. Vanaf de 19e eeuw worden dat gevangenisstraffen. Het parket mag steeds meer bemiddelen en schikken. Dat is een goede zaak, denk ik. Bij drugs bijvoorbeeld, bij financiële fraude ben ik niet altijd zeker. De plead guilty hebben we overgenomen van de Angelsaksische landen en Frankrijk recent is een goede zaak. De bodemrechter zoekt naar de meest aangepaste straf, steeds meer alternatieve straffen, werkstraffen. Probatie, ontwenning, deradicalisering, moeilijk, maar dikwijls veel instructiever dan een gevangenisstraf. En na Dutroux is de strafuitvoeringsrechter ook verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de straf. Vroeger was de minister verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf. Hij besliste of Dutroux mocht worden vrijgelaten of niet. Weet u nog, vader Wattelet had Dutroux vrijgelaten. En dat is hem heel zuur opgebroken nadien. Ja? En dan hebben de politici gezegd, we gaan rechters dat laten doen, want voor ons is dat een te zware sport. Ik mag alleen nog penitentiair verlof en uitgangsvergunningen geven. Ik heb onlangs aan een gevangene hier, die al 40 jaar vastzit, zijn 86e uitgangsvergunning gegeven. De 85 vorige waren zonder incident verlopen. De 85ste was 6 jaar geleden. Voor de 86ste heb ik 2 dagen in de populaire kranten geboet en heeft men gezegd, die boekenwurm was beter in Leuven gebleven. Ja? Terwijl die man in die 85 keer dat hij buiten was geweest nooit een vlieg kwaad had gedaan. 1 dag, van 8:00 tot 18:00. Zo repressief zijn wij geworden. Terrorisme en rechtsstaat. Ach, dat is natuurlijk le pied dans le plat. Ik stop zeker om 9:30, wees gerust. Ja? Ja, ik stop in elk geval. Maar ik moet heel voorzichtig zijn met dit thema, daarom komt het zo laat, want u bent al moe. Maar de belangrijke vraag, wanneer iets als terrorisme plaats heeft... En ik ga vanavond heel weinig over de islam spreken, omdat daar echt geen tijd voor is en ik er ook niet zoveel van weet. Dus vergeef mij daarvoor, als u straks thuis komt en zegt over de essentie heeft hij niet gepraat, dan zal ik dat een volgende keer doen. Maar de vraag is altijd, wordt de staat bedreigd in haar bestaan? Want op het moment van terrorisme is er maar 1 neiging die ontstaat bij de uitvoerende macht. Dat is, it is war. Nous sommes en guerre. War on terror. En Hollande, een niet zo grote, machtige socialist, nous sommes en guerre. Op dat ogenblik zegt de uitvoerende macht, ik ben de baas. Nous sommes les commandeurs en chief. En de rest moet zwijgen. En het internationaal recht... De mensenrechten die spreken daarover. Zeggen, kijk, het kan zijn dat er iets is dat het bestaan van de staat bedreigt. Dan is de belangrijke vraag, dames en heren, wordt ons bestaan vandaag bedreigd? Ik doe daarover geen uitspraak, maar ik weet het niet zo zeker in elk geval. Dan zegt het internationaal mensenrecht, er zijn noodstandvaste rechten. Er zijn rechten die, ook wanneer er sprake is van een bedreiging van de staat... die overeind blijven. De vrijwaring van het leven, de vrijwaring van marteling, de vrijwaring van slavernij, het legaliteitsbeginsel, de vrijheid van geweten en geloof, de erkenning als persoon, non bis in idem. Artikel 2 of 3 van het BUPO-verdrag van de UNO, artikel 15 van het verdrag voor de rechten van de mens in Europa. Daar mag je allemaal niet aankomen, ook niet in geval van een zogenaamde noodtoestand. Wat je heel dikwijls ziet bij terrorisme,
is dat men bijzondere wetgeving begint te stemmen, waarbij de nationaliteit heel belangrijk is. Ten eerste wat de toepassing van de regels betreft. Het is veel gemakkelijker om bij terrorisme regels uit te vaardigen die alleen gelden voor non-citizens. Buitenlanders. Die mag men aandoen wat men wil na terrorisme. En de autochtonen zeggen dan, doe maar, want wij zijn binnenlanders. Een tweede zaak die men graag doet bij terrorisme is het vervallen verklaren van nationaliteit. Zeggen, u verliest uw nationaliteit. U kan die niet verliezen als u maar één nationaliteit hebt. U kan nooit, de meesten onder u zijn alleen maar Belg, of Nederlander, of Fransman. Die kunnen niet vervallen verklaard worden van uw nationaliteit, want de staat mag u niet apatride maken. Maar als je twee nationaliteiten hebt, kan je wel vervallen verklaard worden van je tweede nationaliteit, de Belgische. En daar is dan een hevig gevecht. Mijn Franse collega Taubira heeft daarvoor ontslag genomen. Zij was niet toevallig een beetje gekleurd. Bij ons zijn we erin geslaagd om de tweede en de derde generatie te vrijwaren van het verval van nationaliteit. Er zijn moederlanden van de nationaliteit waarvan je niet verlost geraakt. De Turken, de Marokkanen laten je nooit los. U blijft altijd ook Turk, ook Marokkaan. Ook in de derde, de vierde generatie. We hebben die mensen niet willen stigmatiseren, niet willen zeggen, ja, u wordt strenger behandeld dan België. Ik vind dat een goede zaak, dat men probeert ook in zo'n omstandigheden iedereen gelijk te behandelen. Dat, denk ik, legt ons geen windeieren op de lange termijn. Zijn er bijzondere regels? Dames en heren, als u zou weten wat er allemaal gebeurd is na de aanval van Al-Qaeda op het stuk van opsporing, op het stuk van voorleiding. De Amerikanen hebben mensen ontvoerd uit alle mogelijke landen in de wereld en overgebracht naar Guantanamo. Als wij iemand willen berechten in België, dan vragen we om hem uit te leveren aan België. De Amerikanen hebben daar meer efficiënte technieken voor. De arrestatie, hoe lang? In Engeland was het op een bepaald moment zo dat men aan het parlement vroeg om iemand 42 dagen in voorhechtenis te mogen houden zonder te moeten zeggen waarom. Stel u voor dat u morgen wordt opgepakt, 42 dagen, en u weet niet waarom. En dan natuurlijk het verhoor. Ja, men mag niet martelen, maar u hebt sommige beelden gezien. Er zijn dingen gebeurd die niet konden. En gelukkig waren er de rechters van de Supreme Court. Die zegden bijvoorbeeld, maar pas in 2008... habeas corpus geldt ook hier. En we zijn nog altijd mensen uit Guantanamo aan het exporteren die daar 15 jaar gezeten hebben en nog altijd niet echt weten waarom. Dat is dus in mijn gevoel wat er gebeurt. En u zal zeggen, u bent demagoog, u duldt geen tegenspraak, u bent geen realist. Dat is wat er gebeurt als men zeer snel beslist dat men in oorlog is, of dat er iets moet gebeuren dat heel ernstig is, namelijk een noodtoestand. De meeste zaken kunnen wij de baas. U zou zeggen, ja, maar je kunt de volgende aanslagen niet voorkomen. Nee, dat kan men nergens door onschuldige mensen op te sluiten. En het is nog maar de vraag of je de schuldigen opgesloten krijgt. Dus mensen verhoren, arresteren, opsluiten, overeenkomstig de regels. Op de lange termijn loont het. Waar staan wij ten aanzien van andere landen? Wij die ons zo beroemen op onze democratische tradities, onze mensenrechtelijke tradities enzovoort, als we niet in staat zijn op het moment dat het moeilijk wordt, stand te houden. Tot wat dient een instelling als ze niet kan gebruikt worden op het moment dat er spanning en stress is? Internationale rechtsorde en oorlog, is dat een contradictio in terminis? Wel, ik denk het niet. Oorlog kan gewettigd zijn bij wijze van zelfverdediging of om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. De eerste Irak-oorlog, ik weet het nog, het was in de zomer op een woensdagmorgen, dat met VN-mandaat een heleboel staten, Kuwait, omwille van zijn olie, I know,
maar Kuwait bevrijden van Irak. En ze hebben dat gedaan met een VN-mandaat en het was een geval van collectieve zelfverdediging. Ze zijn alternatief het VN-mandaat en de zelfverdediging, maar in dit geval waren ze samen aanwezig. En u weet nog vader Bush, hij is nu 92 en hij had een generaal Schwarzkopf en die had een intelligentiequotient van 147. Dat heeft in alle kranten gestaan toen. Dat was bijzonder inspirerend. En 60 kilometer van Bagdad kreeg hij een telefoon van vader Bush en die zei: "You don't go to Baghdad now, come home." Toen was er een resolutie geweest, 678, resolutie van de Veiligheidsraad die die collectieve zelfverdedigingsactie toeliet. Bij het einde van de Eerste Irak-oorlog was er een tweede resolutie, 687, die de eerste opschortte, want er was geen reden meer om Kuwait te bevrijden. Het was bevrijd, maar waarin men zei, Irak moet afstand doen van zijn massavernietigingswapens, want ze hadden nogal wat chemische schade aangebracht aan de Koerden, schandelijk. En aan de Iraniërs, even schandelijk, want u weet het misschien nog, 80-88, oorlog Iran-Irak. En in die periode tussen 1991 en 2000 is er heel wat gebeurd met bombardementen in zaken die massavernietigingswapens. Maar uiteindelijk heeft men in 2003 gedacht dat men na de aanvallen van Al-Qaeda in de Verenigde Staten Irak moest aanvallen. Er waren er nog maar twee die dat vonden. Amerika en Engeland. En er was een resolutie van de Verenigde Naties, toen een nieuwe, 1441. En in die resolutie 1441 zei men, ja, nu kunt je toch wel Irak eindelijk is duidelijk maken dat je geen massavernietigingswapens niet meer hebt. En u herinnert zich nog al die demarches die gemaakt werden in Irak om te gaan kijken of er nergens geen gaswapens enzovoort niet meer lagen. En dan heeft men gezegd in Engeland en Amerika, wij willen aanvallen. Ja? En kunnen we dat met resolutie 1441? En een van de mooiste verhalen is een Engelse attorney general, Lord Goldschmidt, die met Blair en met Jack Straw dag en nacht samen zat om te zeggen, kan het of kan het niet? Mag het of mag het niet? En uiteindelijk zegt Goldschmidt in 1441, bij een tweede lezing vind ik misschien toch een rechtvaardiging om te zeggen dat de opschorting van 678 van 1991 ongedaan is gemaakt en dat 678 herleeft. En dat er opnieuw een oorlog mag gevoerd worden tegen Irak. Die beslissing die toen genomen is door Blair en door Bush is zeer sterk bekritiseerd. En voor de diehards onder u twee aanbevelingen om te lezen. In Nederland het Davids-rapport van 12 januari 2010 en in Engeland het Chilcot-report van 6 juli 2016. Ik had een uitreksel bij, maar ik heb daar straks mijn papieren verkeerd gelegd. En ik weet niet waar ik ze gelegd heb, anders zou ik er u uit voorlezen, maar u kan het vinden. Die rapporten zijn snoeihard. Nederland heeft met Balkenende altijd gezegd, het is een goede zaak. Moreel is dit een gerechtvaardigde oorlog. En Engeland is wat Blair betreft in dit rapport zeer zwaar afgestraft voor wat het gedaan heeft. Er was geen reden om Irak aan te vallen, tout court. Want Saddam Hussein had niks te maken met Al-Qaeda. Maar er was ook geen wettige reden om Irak aan te vallen. En als staten als de Verenigde Staten, Engeland, Nederland, zij het jaren later erop gewezen worden, het kon niet wat u gedaan hebt. En wij kunnen dat lezen in rapporten van 1000 bladzijden. Dan is de wereld enorm vooruit gegaan. Er zijn veel doden gevallen. En misschien zou de Islamitische Staat niet geboren zijn geworden op de manier waarop het geboren is, als we toen Irak niet hadden aangevallen. Want het is de frustratie van de Soenieten in Irak die de voedingsbodem is geweest voor de Islamitische Staat. Maar het feit dat we het durven zeggen, dat het in rapporten die de overheid zelf bestelt wordt geschreven en dat de eerste ministers die het hebben toegelaten nog leven,
is een geruststelling voor de mensheid. Ik stop de leider versus de rechter. Vandaag leidt de leider met IJ. En het is de rechter die leidt met EI. Dat is de werkelijkheid van de samenleving van vandaag. Dat hangt onder andere samen met de moeilijkheid om in de samenleving compromissen te bereiken, zodat er veel onvoldragen beslissingen zijn die door rechters moeten worden geïnterpreteerd. Dat heeft ook veel te maken met de manier waarop politici worden bekeken en verkiezingen moeten winnen, aanhoudend, dag aan dag. Want het leven is een opiniepeiling voor een politicus. Elke week opnieuw wordt hij gepeild. Terwijl rechters hebben nog wat beschutting. Mochten er rechters zijn, hou die beschutting. Blijf binnen. Spreek niet te veel, want je ondergaat hetzelfde harteloze lot van al diegenen die zich publiek outen en die daardoor niet altijd de verantwoordelijkheid kunnen nemen die ze willen. Wij hebben, dames en heren, vandaag, en dat is een slechte noot, zwakke staten. De Verenigde Staten zijn een zwakke staat. Ik zou zeggen, een sterk leger. Ja. Maar als je verkiezingen op die manier, zoals ze bij Bush-Gore zijn geteld, gehouden hebt, zijt je geen sterke staat. Wij zijn geen sterke staat. Hoe zwakker een staat is, hoe sterker haar rechters worden. En dat is niet verkeerd. Alleen creëert dat veel onvoorspelbaarheid en inefficiëntie. Ongelijkheid, als ik daar toch even uw aandacht voor mag vragen, de rechtsstaat kan maar voluit functioneren en moet er ook voor zorgen dat mensen gelijk zijn. Er is veel te veel ongelijkheid tussen mensen en tussen landen. Ja. En u zal zeggen, ja, maar dat is altijd zo geweest. Wel, tussen 45 en 80 waren wij veel gelijker dan vandaag. Vandaag worden de rijksten ondoenbaar rijk. En de armen worden minstens relatief armer. Afrika groeit het snelst van heel de wereld. In percenten. Snelste groeier. Maar de achterstand blijft enorm. De economische groei in de wereld zou toenemen als er meer gelijkheid was. Een loonspanning van 1 tot 4 à 5 kan volstaan. Dat heb je alleen nog aan de universiteit en in de magistratuur. Op alle andere plaatsen is het. En zijn wij niet gelukkig aan de universiteit? Laat het lijden van Wereldoorlog 2 niet nutteloos zijn. Dat is mijn laatste slide, dames en heren. De joods-christelijke traditie heeft enorm veel gedaan voor het ontstaan van de persoon, het individu, met mensenrechten. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat is een joods-christelijke tekst, als u het mij vraagt. En wij zijn erin gelukt om die waarden in de wereld uit te dragen. Die universaliteit van die waarden blijft steeds meer een evidentie te zijn. Maar alle mensen hebben verschillende waarden. En bij de Chinezen, ik ga u een paar domme dingen zeggen, dames en heren, ook bij de Chinezen zijn er homoseksuelen. En ook bij de Chinezen zijn er transgenders. Er is alleen een probleem van ongelijktijdigheid, van verschillende fasering. Een dwaas voorbeeld van mij is, ik zat in het Sportpaleis toen Bill Ferdy werd uitgefloten in 1973, omdat hij zich geout had als homoseksueel. Dat is maar 40 jaar geleden. 40 jaar. En nu krijgen wij les van mensen die zeggen, ja maar, rechtse mensen, soms extreemrechtse mensen. Ja? Die zeggen, ja maar, homoseksualiteit, de moslims aanvaarden dat niet. Er is ongelijktijdigheid. Maar die is er ook tussen het dorp en de stad. En tussen de wijken in de stad. Er is overal een verschillende ervaring, maar we gaan allemaal dezelfde richting uit. Daar ben ik van overtuigd. De diversiteit zal maar lukken als we elkaar daarin aanvaarden. En een meervoudige identiteit erkennen. Wij zijn niet alleen man of vrouw, Belg of Frans, maar wij zijn van alles tegelijk. En dat zijn ook onze muzulmaanse landgenoten, dat zijn ook onze Joodse landgenoten. Wij zijn allemaal van alles. En het is maar als we ons in een hokje laten duwen, dat we met elkaar niet meer kunnen praten. Ik zeg altijd, als ik voor godsdienstigen mag spreken, en de meesten kunnen dan niet lachen, dat het toch gek is dat monotheïstische godsdiensten met dezelfde kerkvaders, lees de Koran, na 10 lijnen bent u aan Mozes en na 20 aan Abraham.
dat mensen die allemaal voor dezelfde God zijn, ruzie maken met elkaar. We hebben hem nooit gezien, althans ik niet. En dan tenslotte, de democratische rechtsstaat met mensenrechten werkt integrerend. We kunnen dat niet ontkennen. Maar het recht moet ons op het spoor houden. Dat voorbeeld met die hoofddoek in de rechtbank daarstraks. Ik weet dat dat velen onder u gechoqueerd heeft. En toch weet ik dat dat hetgene is dat ons zal toelaten om als volwassen wereldburgers samen te leven. Aanvaarden en aanvaard worden. Onlangs heb ik op televisie een programma gezien, Wanderlust, de zondagavond. Met een mevrouw die Chagall heette. Niet Chagall, maar Chagall. Ze was een danseres, een geweldige vrouw van 85, die in de Japanse kampen had gezeten als Joods-Nederlandse en die voor Maurice Béjart veel zaken heeft geschreven. En ze zei één ding, ze zei, ja, zegt ze, mijn leven, ik zou zo graag hebben dat mijn lijden, want ik heb daar 4 jaar vastgezeten, dat het zinvol zou geweest zijn. En dat zou het geweest zijn indien we niet altijd opnieuw begonnen met dezelfde fouten te maken. En ik had echt zin om haar vast te pakken. Want wat er na Wereldoorlog 2 gebeurd is, is niet zinloos geweest. Het heeft zin gehad. Ja. We hebben een rechtsstaat, nationaal en internationaal, die de grootste leiders tot kleine jongens maakt, wanneer ze niet leven overeenkomstig de regels, die we zelf hebben uitgedacht na een moment van grote crisis. Mensen zijn solidair als ze in de miserie hebben gezeten. De sociale zekerheid is van 44. De verdragen over mensenrechten zijn allemaal gemaakt tussen 45 en 50. Dat zijn de momenten waarop mensen zeggen, niet ik, maar heel de wereld is voor mij belangrijk. Ik dank u. Het is inderdaad al een beetje laat geworden, dus ik stel voor dat de mensen die eventueel de zaal willen verlaten, dat kunnen doen. Heel discreet en heel snel. En dan kunnen we onmiddellijk terug beginnen met de mensen die willen vragen stellen.